Hallo allemaal. Ik start even mijn laptop op, zodat ik jullie reacties mee kan lezen. Dat ging snel vandaag. Ik zit even te kijken, want het lampje heb ik even anders neergezet. Maar dat is niet handig, denk ik, met zo'n hoes. Ik haal even mijn pagina uit, hoes. Beter te zien, denk ik. Zo, hallo allemaal. Gezellig dat jullie weer meekijken vanavond. Zoals jullie zien heb ik voor vandaag een leuke scrappagina. Even weer een keertje wat anders dan alle kaartjes van de afgelopen live uitzendingen. Ik hoop dat jullie zo goed kunnen zien. Ik wacht even totdat er wat meer mensen online zijn. Ik zal eventjes kijken of ik wat close-up kan laten zien al. Kijk. Ik ga vast even. Jullie hebben natuurlijk al wel de pagina kunnen zien via de foto in de groep. De foto zelf. Zo. Dit is de pagina waar ik vanavond mee aan de slag ga. Dit is mijn voorbeeldje en ik ga natuurlijk even een nieuwe pagina maken. En waar ik sowieso ook mee aan de slag ga vanavond, dit is deze leuke nieuwe mal. Ik haal even de pagina weg. Deze leuke nieuwe mal van Noordesign uit de Scrap Collectie. En dit is een scrapbook stencil met basic shapes. Het nummertje hiervan is 6002. 0855. En deze mal is 7,50 euro. En je kunt hier verschillende driehoeken in zien. Er zit hier een achthoek en een zeshoek bij. En er zitten allemaal hele leuke formaten. Dus ik ga vanavond dan ook laten zien hoe je deze figuurtjes heel leuk kunt verwerken op een scrappagina. Natuurlijk kun je hier veel meer mee dan op een scrappagina. En kun je ook hele mooie kaartjes mee maken. Dat komt misschien nog in een ander live filmpje aan bod. Maar vanavond houden we het even bij de scrappagina. Ik haal hem hier eventjes terug. Wat ik vanavond ook ga gebruiken is het mooie papier. Komt ook uit de scraplijn. Uit de Maide scraplijn. En ik ga even... Het papier is al behoorlijk aangebroken. Dus ik kan niet meer alle vellen laten zien. Maar wat ik wel kan laten zien is eventjes het overzichtje wat erbij zit. En ik ga het designpapier gebruiken uit de set Love This Life Girls. En er zitten 8 vellen designpapier in. Het nummertje daarvan is 6011-0536. En die velletjes zijn ook nog dubbelzijdig bedrukt. Dus op de ene kant zijn eigenlijk Project Life kaartjes en op de andere kant designpapier. Dus ook dit is wel een hele leuke set voor scrappers en ook voor kaartenmakers. Het zijn ook hele mooie kleurtjes. Ik heb hier een paar stukjes aan de kant gepakt die ik vanavond wil gaan gebruiken. Dat zal ik ook even laten zien. Ik ga vanavond deze mooie streepjes gebruiken. Er zitten natuurlijk alle kleurtjes van de designpapiertjes ook in. Deze mooie. Er zit een heel klein bolletje in een golf, zeg maar. Oh, je wordt er een beetje dizzy van, zie ik op het scherm. En dan nog een groene met hele lichte stipjes. Ja, zoals je ziet, is overal al lekker uitgeknipt, dus daarom kan ik ook niet meer alles laten zien. En hier nog eentje met hartjes, ook in dezelfde kleuren. Dus dit is eigenlijk wat ik vanavond even wil gaan gebruiken. Hier op deze pagina kun je ook zien dat er nog meerdere designtjes in zitten. Maar ja, het is niet meer allemaal over. Hier zie je nog eentje met hartjes. Rood met lichte hartjes. En eentje met roosjes. Dus dat zit er ook nog in. En dit leuke cameraatje heb ik er ook nog uitgeknipt. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Wat ik ook nog ga gebruiken is deze coole nieuwe mixed-up stanzen. Ik ga het even laten zien.
ga even mijn pagina aan de kant halen. Dan kan ik wat meer beter laten zien. Dit zijn de mixed-up stansen. Ik leg ze even neer. En ik heb ze ook even uitgestand, zodat je kunt zien wat er uitkomt. En het zijn deze toffe stansen. Er zijn er twee in een setje. En het nummertje hiervan is 6002-0979. En de prijs is 16,99. En er zitten deze twee dan in. En die zijn ook echt heel leuk gedetailleerd. En hier in die honingraad vind ik zelf ook nog gelukt. Er komen al die kleine stukjes uit. En die gebruik ik zelf ook heel graag weer. Dus die bewaar ik ook mooi. En dan kan ik ze nog een keertje gebruiken. Dus dat is ook wel heel leuk. Nou, gezellig allemaal. Ik zie nog allemaal dames binnenkomen. Ik ben even aan het laten zien wat ik vanavond ga gebruiken. Dus jullie zijn niet te laat. En kunnen gewoon gezellig instromen. Even kijken. Ja, sorry. Even kijken. Ik heb mijn pagina vanavond gemaakt aan de hand van een sketch. En dat is deze. En dit wordt dan ook de Scrap Challenge in de Noordesign Scrapbooking Groep. Ik denk dat jullie mijn layoutje er wel in terug herkennen. Als ik hem zo even deze in beeld doe. En dan weer deze. Dus deze, na deze sketch gaan we dus ook nu weer een layoutje maken. En vanaf maart komt deze in de Noordesign Scrapbooking Groep. Dus kun je ook allemaal weer gezellig meedoen en jouw uitwerking laten zien. Nou, dan gaan we maar gewoon lekker mee beginnen. Zoals je ziet, hier zijn hier allemaal die leuke driehoeken op. En die zijn dus weer in deze mooie mal te vinden. Dus ik ga dan ook beginnen om die driehoeken uitwerken. Wat ik zelf altijd heel leuk vind aan zo'n sketch is dat hier bijvoorbeeld staan drie stukken lichtgrijs op. En als je het moeilijk vindt om designpapier te matchen, dan kun je dus bijvoorbeeld die drie lichtgrijze hetzelfde designtje nemen. Zo geldt het ook voor de donkergrijze, hier de witte. Dus dan maakt het misschien iets makkelijker om nog een match te maken. Natuurlijk kun je het ook helemaal doen zoals je het zelf wil. Maar dit, ja, ik vind dat wel een leuke tip, zeg maar. Dus ik ga eigenlijk beginnen met even de grote driehoekjes. En daarna ga ik de kleintjes nemen. Daarmee ga ik natuurlijk deze gebruiken. Ik leg even deze sketch aan de kant. Ga ik deze driehoeken gebruiken. En nu heb ik even natuurlijk al een voorbeeldje gemaakt. Dus ik weet al welk formaat driehoekje ik wil gaan gebruiken. En dat is eigenlijk, eigenlijk de driehoek aan de, voor mij nu, linkerzijde. En dan ga ik de ene grootste driehoek aan de buitenkant ga ik tekenen. Dus voor de mensen die gezellig meedoen. Dit is de maat die ik gebruik op mijn layout. Oh, moet ik hem wel goed neerleggen. En moet mijn potloodje ook nog een beetje meewerken vanavond. Dus ik leg hem eigenlijk altijd tegen de onderkant aan. Dan hoef je één lijntje minder te tekenen en te knippen. Dus dit is alvast één driehoek. Nu, zeg maar als ik nou deze wil kiezen voor de witte, dan ga ik daar dus ook twee kleintjes van maken. En ik wil graag dat dit de witte wordt. Dus ga ik ook twee kleine driehoekjes ervan maken volgens mijn sketch. Dus ik ga eerst even deze uitknippen. Ik vind deze, dit stencil vind ik echt helemaal leuk. Dat je het gewoon zoveel verschillende mogelijkheden kunt gebruiken. Jullie hebben trouwens wel lang op deze uitzending moeten wachten. Stond eigenlijk vorige week al in de planning, hè? Zo. Wow, wat de maat is van die driehoek, Joke. Het is, ja, het is volgens dit stencil. En dan niet de buitenste driehoek, maar eentje daaronder. En dan de buitenste lijn heb ik getekend. Ik heb de maten niet gemeten, want dat wordt een beetje te veel als ik dat van allemaal moet gaan doen nu.
Even kijken welke ik voor de kleintjes heb gebruikt, hoor. Ja. Voor de kleintjes, voor de kleine driehoekjes, heb ik, even kijken, het tweede driehoekje en dan aan de binnenkant getekend. Ja, precies op tijd, inderdaad. Ik had eerst even lekker laten zien wat ik allemaal ga maken. Dus, even kijken, ik leg even mijn papiertje andersom. Zo kan ik hem mooi met de lijnen dezelfde kant op tekenen. Dat vind ik zelf wel mooi. Als ze allemaal schuin komen, ben ik het meest het overzicht kwijt. Dus dat wil ik niet. Die kleine ga ik hier dan tegen de zijkant aantekenen. Dus ik leg hem met de zijkant nu gelijk. Zie je dat? Dan komen mijn streepjes dezelfde kant op als het andere driehoek wat ik hier gemaakt heb. Fanny, ja, je kan ze ook losknippen hoor. Dat had ik zelf nog niet gedaan, maar dat kan natuurlijk wel. Dat is net wat je zelf prettig vindt. Ik denk dat ik dat uiteindelijk ook ga doen. Je kunt ze heel makkelijk hier losknippen. Ik zal even laten zien. Kijk hier, op die verbindingstukjes kun je dus heel makkelijk zelf losknippen. En dan kun je ze ook aan een bindring doen als je dat zelf prettig vindt. Ik heb hier even dus twee keer, want op mijn sketch stond die witte hier twee keer in het klein. Het is wel leuk hè, om volgens zo'n sketch een pagina te doen. Ik ben ook wel benieuwd of dat er veel scrappers hier aanwezig zijn vanavond. Of mensen die nog niet hebben gescrapt, maar die het graag een keertje willen proberen. Hallo allemaal, ik zie nog steeds mensen binnenkomen, gezellig. Zo, die komen daar. Even zoeken, mijn papiertjes, alles ligt hier een beetje door elkaar heen. Even kijken, pak ik even mijn sketch erbij. Ik heb natuurlijk al drie hoeken getekend nu. En nu vind ik het wel leuk als ik, deze moet zo om, als ik hierbij een effen kleurtje gebruik. En dan zit ik te twijfelen tussen groen en rood. En ik denk dat het groen wordt, vind ik zelf wel leuk. Lydia, nog nooit gescrapt? Nee? Lijkt het je wel leuk om een keertje te proberen ook? Even kijken waar ik hem het beste eruit kan halen. Hier, kijk. Kan hij mooi met die hoeken mee. De buitenlijn pak ik weer, hè, van het ene laatste driehoekje. En hier had ik hem al een keer uitgetekend, dus hier ligt hij mooi meteen met de lijnen mee. Scheelt heel teken en knipwerk. Oh, leuk Lydia. Leuk om een keertje te proberen. En vooral met zo'n sketch, dan krijg je meteen wat leuke inspiratie mee. Kan je gewoon lekker het voorbeeldje volgen. Zo. Dus deze wil ik hieronder. Ik leg het hier eventjes voor mezelf uit. Dan ga ik even kijken, want dat was het donkergrijze. En die donkergrijze komt hier nog een keertje terug. Dus ik ga hem nog een keertje tekenen. Even kijken, die past er zo nog mooi naast. Hopske. Nou, ik
vind het zelf wel heel leuk hoor. Ik was deze pagina aan het maken, toen dacht ik, oh, ik moet echt ook weer meer scrappen. Want ik vind het wel heel leuk om mijn foto's ook echt te verwerken. Anders blijven ze toch ook maar op je telefoon of op je computer staan. Het is wel leuk om er natuurlijk ook echt iets mee te doen. En dan ga je er ook veel sneller doorheen bladeren. Of het laten zien, tenminste, vind ik. Oh, leuk Joke, dat je het ook gaat proberen. Ik ben even aan het meelezen. Is wel leuk hè, om ook een keer weer wat anders te zien. Wat je met de materialen van Noor natuurlijk kunt maken allemaal. Zo, deze moet dadelijk aan deze kant. Even kijken. Dan hebben we hieronder nog een groot driehoek. Dus even kijken welke ik die ga maken. Ik denk dat ik die van deze mooie hartjes ga doen. Dan moet je ook even kijken natuurlijk hoe om die komt. Hè? Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat ik de hartjes op de kop ga maken. Oh, leuk Els. Dat je hem al gekocht hebt. Hij is echt heel erg leuk. En het is ook niet zo moeilijk. Het stencil. Je kunt er alle kanten mee op. Je kunt bijvoorbeeld ook heel leuk dit brede driehoek aan twee kanten tekenen. En dan het midden er nog uitsnijden. Dus ook heel erg leuk. Ik hou het nu eventjes gewoon eenvoudig met de gewone driehoeken zo te tekenen. De grote. Oh. Maak ik het kleintje. Nou ja, kan ook. Ik maak het kleintje nu eerst. Het kleinere. Kleinere moet ik zeggen, niet het hele kleintje. Ik ben nu even kijken. Doe ik het niet goed, hè? Nee, dat is niet handig. Doe ik even opnieuw. Ik laat ze even staan. Toch eventjes de gewone formaat wat ik ook in mijn hoofd zat. Ik zat de verkeerde lijn te tekenen. Zo. En daar heb ik ook twee kleintjes voor nodig. Die teken ik meteen ook eventjes mee. Ja, het is leuk om te zien even hoe je dit allemaal kunt gebruiken. Wij van Noordesign staan zelf niet op de beurs. Maar er zijn wel heel veel andere winkels die de producten van Noordesign verkopen. Kijk, ik teken meteen nog eventjes twee kleintjes. Dan moet ik ook weer even oppassen dat het patroontje niet op zijn kop komt. Want dat is natuurlijk niet zo mooi. Volgens mij zit ik het helemaal fout te doen. Oh jee, ik ben helemaal de kluts kwijt. Deze moet ik helemaal ook niet in het klein. Nou... Ik ga eerst maar eens even die grote uitknippen. En dan zullen we eens even kijken hoe ver we zijn met de driehoeken. Want er klopt nu niks meer van. Ik heb een beetje vals gespeeld. Dus ik heb niet helemaal gedaan zoals ik jullie zei met de tip. Maar ja, het komt vast ook wel weer goed. Even kijken, deze komt hier en die komt. Die komt dan hier. Dit is wel prima. En dan komt hier nog een kleintje langs. En dan ga ik daar maar even voor gewoon rood. En die ga ik dan ook maar even in het klein nog daarboven maken voor een sketch. Even kijken. Moet ik natuurlijk weer even kijken dat mijn patroontje goed zit zoals ik hem hebben wil. En dan teken ik weer hetzelfde formaatje driehoekje. Zo zie je dat je hem echt heel makkelijk kunt overtekenen. Je kunt
kunt hem eventueel ook nog vastzetten met de mallettape, mocht je dat prettig vinden. Zo. Even nog een klein driehoekje hadden we nog nodig. Zo. Zo. Nou. Volgens mij heb ik ze daarna, de driehoekjes. En je kunt natuurlijk ook hier de, voor een pagina of voor je kaartjes die andere vormen gebruiken. Dat werkt gewoon net zo. Je tekent ze gewoon over. En je kunt er lekker mee spelen. Je kunt meerdere vormpjes in elkaar leggen. Of van klein naar groot. Of achter elkaar stapelen. Of, er zijn zoveel mogelijkheden mee. Ik had voor de blog op van de nieuwe artikelen had ik ook een... Easelkaartje gemaakt met de achthoek. Dus dat is ook nog mogelijk. Dus ja, je kunt er echt heel veel mee. Corrie die had ook een heel leuk easelkaartje met de driehoekvormen gemaakt. Dat is ook heel leuk. Nou ga ik weer de fout in, zie ik. Die moet iets kleiner. Dat is zo gepiept. Zo. Deze moet dadelijk. Nou. Deze moet hier tussen. Ha, ik heb ze allebei te groot getekend. Dat zit ik weer mee te lezen en. Margarita, ik heb een beetje vals gespeeld met mijn tip. Je kunt hier, ik zal hem nog even in het beeld leggen. Dan maak ik ondertussen even mijn twee driehoekjes iets kleiner. Want dat klopte niet helemaal wat ik gedaan had. Volgens Sketch. Dan zit ik mee te lezen en ik ben mijn driehoekjes aan het tekenen. En dan gaat het niet altijd goed. Dus deze ga ik iets kleiner maken. En dan kunnen jullie even spieken bij de Sketch. Deze komt natuurlijk ook nog online te staan. Maar ik dacht ik laat hem vast stiekem zien. Deze even stiekem iets kleiner. Heeft niemand gezien, hè? Deze moet hier langs. Deze moet ook eentje kleiner. Zo. Zijn er veel mensen aan het meedoen? Wel nieuwsgierig. Met de live kaartjes workshops doen jullie altijd allemaal heel enthousiast mee. Dus het is eigenlijk wel leuk als er hier ook heel enthousiast mee gedaan wordt natuurlijk. Hè? Zo, dat klopt beter. Nou, dan heb ik de driehoekjes zo compleet. Dan moet je wel weer onthouden hoe dat ligt. Maar ik laat het denk ik gewoon maar even zo liggen. Ik ga eventjes zitten rommelen hier, want ik heb het even mijn andere. Sorry voor de herrie. Ik heb even mijn andere mat nodig. En die zit helemaal vol rommeltjes, zie ik. Dat ik wel eens even schoon mogen maken. Maar ja, ik ga er gewoon overheen kliederen. Die zet ik hier even hier op. En dit is een glazen snijmatje. En daar leg ik eerst mijn witte pagina op. Zoals jullie op mijn layoutje hebben kunnen zien, heb ik hier de rand eerst bewerkt met inkt. En met stencils en stempels. Dus dat ga ik eerst even doen. Vind ik wel leuk. Voordat ik mijn designpapiertjes erop ga plakken. En dat heb ik gedaan met... Distress Oxide. Ik zeg eigenlijk oxide, maar dat mag eigenlijk niet volgens mij. Ik heb vier kleurtjes gekozen en die passen echt super leuk bij mijn designpapier. En ik heb gekozen voor de kleurtje Forest Moss, Bundled Sage, oh, deze ligt op de kop, Aged Mahogany en Tattered Rose. Dus deze vier kleurtjes en dan ga ik lekker de rand mee bekliederen. Ik heb van allemaal ook eventjes een blending tooltje met een sponsje gepakt. Dus die pak ik er ook even bij. En ik ga eigenlijk gewoon eerst het randje lekker aanzetten en dan gaan we daarna met stempeltjes aan de slag. Zo.
ga beginnen met de lichte kleuren. De Tattered Rose. En dan ga ik hem gewoon... Ik heb gewoon een wit vel gepakt. Dus het is ook gewoon scrappapier. Niks bijzonders verder. Ik hoop dat ik nog in beeld zit. Maar ik denk niet. Maar dat komt dadelijk vanzelf. Maar een paar papiertjes gewoon een beetje goed. Die lichte kleur zie je niet zo heel erg goed nu. Maar het is wel heel mooi in overloop. Even kijken. Oh, meekijken is ook gezellig hoor, dames. Meekletsen een beetje. Probeer ondertussen een beetje mee te lezen. Ik doe dit eigenlijk gewoon willekeurig op wat plekjes. Zoals ik al zei, dit is een hele lichte kleur. Dit is die Tattered Rose. Ik laat ze maar even zien, want mijn Engels is gewoon niet zo goed. Dan ga ik naar de Bundled Sash. Als ik het goed uitspreek. En anders alvast mijn excuses. En deze oxide of oxide inkt. Die kun je heel leuk blenden ook. En wat ik vooral ook heel erg tof vind. Is dat de embossingpoeder hier ook aan blijft zitten. Alleen nou dacht ik eigenlijk. Ik doe het even andersom. Ik had hem namelijk in mijn voorbeeldje had ik eerst gestempeld en embossingpoeder erop. En daarna even met kleurtjes eroverheen, want dan pakt hij toch niet meer op die plekken. En dan dacht ik heel slim te zijn en dan dacht ik, oh, maar dat kan ik toch achteraf ook nog doen. Maar nee dus, bedenk ik me nu. Want dan blijft het op alle embossingdelen hangen. Dus, sorry, die embossingpoeder. Ik kan hier misschien zo nog wel even... Wacht, ik ga het toch even proberen. Toch even proberen. ik heb hier die mooie stempelset van Noordesign. There are no little dreams. En het nummertje hiervan is 6410-0316. En de prijs is €12,95. En ik vind dat hij echt mega coole doodles heeft. Dus deze ga ik ook gebruiken. Oh Barbara. Geef niks hoor. Kijk is inderdaad ook leuk. En wie weet kan ik je toch een beetje inspireren nog. Ik ga die Tattered Rose. Oh wacht, ik moet even mijn poedertje erbij pakken. En een papiertje. Ik heb een beetje net gepakt. Dan moet wel een beetje snel. Als ik met de oxide inkt ga stempelen en ik wil er embossingpoeder op doen, moet je dat heel snel doen. Want op de natte inkt blijft die plakken. Dus ik heb dit er allemaal klaargelegd en deze komt hier duidelijk een beetje in mijn hoek. Dus ik ga hier nu inkt aan doen. Want die oxide inkt of oxide inkt, daar kun je heel mooi ook mee stempelen. Dus dat is wel echt heel leuk, vind ik. Dat kun je met de gewone distress inkt dus niet. Zo. Maakt er lekker een kliederboel hiervan. Oh nee, Tere, ik zet nooit mijn sponsjes op mijn dekseltjes. Want dat vind ik niet prettig. Dus dat gebeurt bij mij niet inderdaad. Ik hoop dat ik een mooie afdruk krijg. Want ik heb natuurlijk weer geen stempelhulpje gepakt. Nou. Nu heb ik gewoon clear embossing poeder. En die ga ik hier opstrooien. Zo. En dan zie je ook als je een stempelafdruk maakt hoe mooi die kleur trouwens ook is. Dat kun je dadelijk nog beter zien. Ik strooi er flink wat op. En dan schud ik het eigenlijk gewoon heel voorzichtig weer eraf. Of eigenlijk niet zo voorzichtig vandaag eigenlijk. Dan zie je dat die poeder ook echt blijft plakken op je distress oxide oxide. Zo, dit schud ik weer even netjes terug. Een beetje netjes terug. Probeer ik heel netjes te doen, maar het valt niet altijd mee. Ik ga proberen om die een veilig plekje te geven. Dit even weg te poetsen. Dat is dus heel makkelijk van dit glazen matje ook.
Moet het zo allemaal eraf. Nou, dan ga ik deze even warmen met mijn heatool. Dus ik kan even jullie... Oeh, het kan zijn dat jullie me niet meer kunnen verstaan. Nu krijg je dus echt een doorzichtig laagje op je stempel. En als ik er zo meteen met inkt overheen ga, dan pakt hij het dus niet op de plek waar ik nu de embossingpoeder heb gestrooid. Dus dat is wel echt heel erg leuk. Blijf je deze kleur... Mooi. Sieranden. Zo. Dan moet je maar eens kijken, want je kunt het dus echt heel erg mooi zien. Ik hoop dat jullie het ook goed zien door mijn licht. Dus en dan kun je er dus heel makkelijk overheen. Dat doe ik even met die Forest Moss. Zo. Ga ik er gewoon overheen. En dan gaat het, bepakt hij niet op de, op de stukken waar ik die embossingpoeder heb gestrooid en verhit. Daar pakt hij niet. Dus dat is wel echt heel leuk, vind ik zelf. Ik zet deze even hier neer. Dan pak ik even die donkerrode kleur erbij. Ik zie dat hij het bij sommigen niet doet. Maar hier lijkt hij gewoon door te lopen. Dus ik ga gewoon door, dames en heren. En dan hoop ik dat hij dadelijk bij jullie ook weer gewoon hem pakt. Zo. Dat is wel tof, hè, met die stempel zo. Deze meteen even. Ja, dit kun je dus echt heel leuk ook nog aan andere kanten toepassen. Ik ga zo meteen hem bovenin ook nog even doen met deze kleur. En op mijn andere pagina had ik daar dus nog meer gedaan. Ook met de driehoekjes. Maar omdat ik dus al lekker heb zitten kliederen, gaat dat niet meer. Want dan plakt hij overal aan vast. Dat wil ik niet. Dus ik ga hier zo meteen nog even een stempelafdrukje maken. En dan ga ik even met een andere kleur doen. Ik denk eigenlijk dat ik die donkergroene wel tof vind. Of juist, nee, ik ga voor de lichtgroene kleur. Ga ik zo even mee stempelen. Zo, ik hoop dat jullie me nog een beetje kunnen volgen. Lijkt een beetje onvoorbereid eigenlijk zo, hè. Dan komt, ik wil hem eigenlijk niet precies hetzelfde als die andere. Maar een heel eind zal die dat toch wel worden. Ik ga deze dus eventjes met die bundelet sash maken. Gewoon weer even lekker de inkt erop doen. Goed, veel inkt doe ik. Dan krijg je ook een mooiere afdruk. Zo. Geen beeld, hoor ik. Maar heb ik zelf nog geen problemen mee, gelukkig. Die ga ik even hierboven doen. Zo. Die stempel is nog wel goed zichtbaar, maar ik denk dat het ook komt door het licht. Ik probeer het lampje voor jullie zo fijn mogelijk neer te zetten, maar voor mezelf is het al iets minder nu. Dus ja, meer kan ik er ook even niet van maken. Dus hij is nog nat en dan gauw strooi ik weer die poeder erop. Die clear embossing poeder. En dat vind ik ook echt het leuke van die oxide of oxide inkt. Dat die embossingpoeder, en dat kan natuurlijk met alle kleurtjes. Hè? Dus niet alleen dat het met die clear embossingpoeder zo werkt. Maar dat kan dus met alle kleurtjes. En die blijft er dus echt mooi aan plakken. En ja, daar kun je dus weer super toffe technieken mee toepassen. Deze zet ik even weg. Oh, gelukkig, Corrie, wel beeld. Nou, ik zet weer even mijn heat tool erop.
Nou. Zo, wat die lichtgroene kleur dan toch wel echt een hele duidelijke kleur is als je een afdruk maakt, hè? Dat is ook wel heel gaaf. Even mijn stempel schoonmaken. Zo. Hoppakee. Kan die weer aan de kant. Even kijken, ik ga hier natuurlijk ook weer even lekker doorkliederen. Nou, ik ben dus zelf een hele slome knutselaar. Dus ik hoop altijd maar dat ik mijn hele projectje kan laten zien in niet te veel tijd. Zo, zoals je kunt zien zie je nu sommige aanzetten. Maar dat valt dadelijk weg, want dan ga ik nog lekker met schablonen overheen. En met stempeltje heb ik nog een hele leuke hier liggen. Dus dat valt daar gelukkig weer weg. Dus ik pak ook gewoon lekker mijn vier kleurtjes om de beurt. En dan klieder ik eigenlijk gewoon een beetje de rand mee. En dat komt dus ook echt niet precies. Dus gewoon waar je zin in hebt. Ik probeer gewoon wel de kleurtjes bij mijn designpapiertjes te matchen. En dan kun je daar eigenlijk gewoon daarna alle kanten mee op. Hier mag nog wel weer wat groen bij komen. En ik let er eigenlijk ook helemaal niet op hoe ver dat hij naar binnen komt, die rand. Want ik ga er dadelijk ook nog een klein beetje op spetteren met water. Dus dan valt het helemaal niet meer op. Dan laat ik ook gewoon een beetje lopen. Dus dan ja, komt het allemaal eigenlijk niet zo precies. Dat vind ik ook wel het leuke aan die oxide inkt. Als je daarmee gaat kliederen en spetteren, dan komt het helemaal niet meer zo precies. Zo, en dan kun je natuurlijk keileuk die stempels van Noordesign en die stencils op verwerken. Nou, het zit hier allemaal lekker onder glitter. Dus ik pak nog even een doekje erbij. Mijn embossingpoeder is een beetje gaan waaien en dat glinstert een beetje. Zo. Even kijken. Dan had ik bedacht. Hier even een plasticje gepakt. Niet zo'n heel netjes plasticje. Maar dat maakt niet zoveel uit. Dan ga ik eventjes mijn stempelkussentje opduwen. En dan ga ik hem even met de mini distressor een klein beetje nat maken. Wel gedurfd, hè. Gewoon boven mijn project. Hopskee. En dan ga ik eigenlijk gewoon een beetje... Een beetje kliederen. Yeah. Kliederen is leuk. Komt dus ook echt niet zo precies. Dan kan je het beste wel heel even droog maken voordat je weer met een ander kleurtje overheen gaat. En omdat ik hem dus niet te nat maak, gaat hij ook gewoon op het schone scrappapier. Maar dan moet je dus niet te nat maken, want dan gaat het niet goed. Dan gaat je papier echt heel lelijk worden. Zo, ik pak even die donkergroene kleur die ik gebruik. Die mosterd, forest moss. Mosterd, komt daar nou weer bij. Ik ook weer een beetje nat maken. Zo. En die ga ik ook weer een klein beetje erop. Hier en daar. En
komt dadelijk ook nog met een stendeltje. Hè? Dus ik ben nog niet ermee klaar. Wat een gekledder, hè? Nou, ik vind jullie wel stilletjes geworden. Oh, dat is eng. Dat is niet eng, hoor, Els. Anders plakken we er gewoon iets overheen als het niet mooi wordt. Gaat u even een beetje drogen? Zo, nou hoop ik dat jullie het nog mooi vinden hoor. Met me allemaal gekledder. Nu heb ik hier een heel leuk maskstenseltje met hele leuke driehoekjes. En dat vond ik wel passen bij de sketch, zeg maar. En deze komt uit de set Scrap Stencil Strepen. En het nummertje daarvan is 6002-0841. En de prijs is 6,99. En die zitten met vier van deze stenseltjes aan elkaar. Dus vier verschillende designtjes. Deze ga ik even gebruiken. Durven jullie nog wel te kijken, hè? Nou, deze leg ik eigenlijk gewoon ook weer willekeurig neer. Nou, ik wil hem eigenlijk niet zo dicht bij die. En dan ga ik eigenlijk ook gewoon weer eventjes... Ik ga er gewoon weer eventjes overheen. Kijk, dan kun je dus al mijn... leuke designtjes zien. En dan ga ik ook even op verschillende plekken terug laten komen. Ik heb nu het rode gebruikt. Maar ga ik hier ook nog even doen. Zoals je ziet, ik ben dus echt gewoon willekeurig overal wat aan het neerinkten. Allee, de stempels vallen echt niet weg hoor. Als ik kijk nu in het echt erop. En je ziet ze heel erg goed. Dus ik probeer morgen ook even een mooie foto hier weer van te maken. En dan kan ik ook laten zien. Deze dus echt nog wel heel goed ziet. Dus ik ga hier nog even met wat donkergroen. Ga ik ook nog even de driehoekjes terug laten komen. En hierbovenin ook. Dus het valt echt niet weg, die stempels. Lijkt zo door het licht, denk ik. Maar het ziet, ja, je ziet het echt heel goed. Het glinstert ook een beetje, dus dat is ook wel heel erg leuk. Natuurlijk ga ik mijn stencil weer even schoonmaken met een billendoekje. Als ik hem nog afkrijg. Zo, dan gaat hij weer aan de kant. Dan had ik nog een heel leuk stempeltje ergens. Even zoeken. En die is ook van Nordesign. En dat is de Texture Grunge. Ik laat hem even zo zien. En dit zie je natuurlijk niet zo heel veel. Want je ziet alleen maar kleine mini lijntjes misschien. Deze nummertje van deze stempel is 6410-0342. En de prijs is 4,95. En ik wilde hem eigenlijk even van mijn blokje af. Want dat vond ik wel tof, denk ik. En dat ga ik ook even lekker terug laten komen. Ik heb op mijn vorige layoutje heb ik een script gebruikt. Maar ik dacht... Sorry. Ik dacht, dit is eigenlijk ook wel een hele leuke stempel. Dus die ga ik eigenlijk ook een beetje zo. Kijk maar eens hoe tof die is. Leuk hè? Dus nu heb ik een klein stukje ervan gehad. En dan ga ik gewoon even willekeurig op mijn layout terug laten komen. Ik vind het zelf heel tof. Ik hoop jullie ook. Hier kijk, hierboven. En hier aan de zijkant. Ik wil hem nog even hier zo. Doe ik dus ook echt gewoon willekeurig. Dus helemaal niet netjes. Dat hoeft niet. Dus mijn layout ook helemaal niet zo. Zo. Heb je overal eigenlijk een beetje... Van die texture stempel. Ik zal hem nog even van dichterbij laten zien zo meteen. Even kijken waar ik een mooi afdrukje heb.
denk hier zo. Dus, oh, je ziet hem niet zo heel goed eigenlijk. Hier zit hij dus, die textuurstempel. Hij heeft een heel leuk structuurtje. Dus, ja, die kleuren zijn mooi. En die passen dus ook echt heel leuk bij designpapier. Want dan ga ik er nu op verwerken. Ik zet eigenlijk even mijn eentjes lekker aan de kant. En je kunt dus trouwens ook nog kunt doen, is met een mini distressor zo een beetje erop spuiten. Maar omdat ik dus een gewoon scrappapiertje heb gebruikt, vind ik dat niet zo heel handig. Dus dat ga ik dus ook nu niet doen. Ik ga even zo doen, want ik had bedacht dat mijn bovenkantje zou worden. Alhoewel, even mijn sketch erbij pakken. Wat vind ik leuk, wat vind ik leuk. Haha. Zijn jullie al duizelig van mijn gedraai? Ik denk dat hem dit gaat worden. Zo. Zo wordt hij gewoon. Nou, dan pak ik, leg ik mijn sketch dus even hier naast me. En dan heb ik hier onder mijn... Heb ik dus mijn driehoekjes allemaal verstopt. En ik ga die even met een paper distressor van Joycraft. Wat ik hier ook ergens liggen als het goed is. Oh jee. Ben ik de peperdestressor weer kwijt? Oh, ik heb hem. Ik heb hem gevonden. Ga ik even mijn driehoekjes distressen. En dat vind ik gewoon een beetje grungy. Vind ik wel leuk. Ik ga ze verder niet afinkten hoor. Maar ik ga ze alleen wel even distressen. Want dat vind ik gewoon wel een leuk effect. Zo, deze komen hierboven. Heb ik al wat mensen enthousiast gemaakt over het scrappen? Het zou natuurlijk wel te gek zijn eigenlijk, hè? Oh, verkeerd zo. Deze moet met de punt eroverheen. Zo. Zien jullie dat die inktjes gewoon echt heel... Die kleurtjes inkt heel mooi zijn bij het designpapier? Ik vind het echt een uitdaging om mijn inktjes daarbij uit te zoeken. Vind ik super tof. En het lukte zo goed met deze vier. Ik denk, yes, dat wordt hem. Ik pak even deze eronder uit. Die zijn van hier beneden. Zo. Die ga ik ook even distressen. Ja, zonder distressen dat kunnen we niet meer, hè, Tera? En dat vind ik ook het fijne. Want ik heb nu dus alles gewoon zelf geknipt. Maar dat zie je dus helemaal duidelijk niet meer als ik een scheef lijntje heb. Haha, niet vertellen, hè? Maar omdat je dus zo'n grungy lijntje maakt, geeft het helemaal niet als je niet helemaal recht geknipt hebt. Zo. Deze zo op zijn kop ernaast. Komen mijn maartjes aan. Oh, ik heb helemaal nog niet laten zien welke foto ik hierbij verwerk. En hij is zo schattig. Daarom moest ik natuurlijk ook even wel hartjes papier erbij. Ga ik zo laten zien. Hopskee. Nou, alles verschuift en doet. Kijk, ik zal eerst even de foto laten zien, want ik vind hem zo leuk. Ik ben helemaal gek van mijn neefjes en mijn nichtjes. Dus die grijp ik ook heel vaak. En dit zijn weer twee van mijn nichtjes. Dus, jee, die moeten er natuurlijk weer bij. Ik heb hier nog twee driehoekjes. Jullie kunnen me zo wel bijhouden, hè? Als er mensen meedoen, tenminste. Zo wel goed te doen als ik zo veel zit te kletsen en zit te kliederen.
Natuurlijk kun je de filmpje ook weer laten terugkijken, hè? Mocht je nog eventjes iets terug willen zien, dan kan dat dus altijd. Nou, ik heb bijna mijn driehoekjes gedistressed. En ik ben bijna zelf ontstressed. even kijken, deze moest zo. Nou, dan ga ik dit eigenlijk gewoon vast even opplakken. Want anders blijft het maar aan het schuiven. En dat vind ik natuurlijk niet fijn. En dan ga ik natuurlijk weer met mijn handige... Didgeridoo-badoo lijmpen doen. Even kijken. Oh nee, het is juist onstress sorteren. Onstressen met de distresser. even kijken. Ik ga eerst het eerste driehoekje opplakken. En dat doe ik natuurlijk weer aan de hand van die sketch die ik hier stiekem naast me heb liggen. En even kijken, deze komt ongeveer hier. Probeer ik hem een klein beetje recht te plakken. Zoals je ziet, meet ik echt gewoon niks uit. En doe ik maar gewoon eigenlijk wat. En meestal wordt het wel leuk. En anders dan kan ik deze live uitzending niet meer wissen helaas. Zo. Deze komt er overheen. Tof, hè? Dan zie je die zandjes toch wel echt heel leuk uitkomen. Zie je dat dat nou ook helemaal niet zoveel uitmaakt hoe die rand is en waar dat die overal staat. Dus het loopt gewoon heel mooi over in elkaar. Dan ga ik vanuit deze hoek, ga ik hem evenwijdig plakken aan de andere driehoek. Dat vind ik dan weer wel leuk als dat recht is van elkaar. Even kijken. Zo. Hopske. Driehoekje daarnaast. Probeer ik die afstand een beetje hetzelfde te houden als hier. Helemaal hetzelfde lukt het natuurlijk niet, maar... Ja, dan moet ik het helemaal gaan meten en daar heb ik geen zin in. Dus het is ongeveer. Nou, komt mijn pagina toch wel al heel mooi gevuld zo, hè? Even kijken. Dat is die. Zo klopt hij wel. Ik was aan het kijken naar mijn driehoekje daarboven. Of dat ik het designtje dezelfde kant op had liggen. En volgens mij is die zo hetzelfde. Dus dan zou het moeten kloppen. Zo. Dan ga ik die driehoekjes hierboven ook even opplakken. Dan ga ik beginnen met de meest linkse. Want die andere, daar komen de punten er overheen. Zo. En nee, mijn mooie stempel gaat niet helemaal wegvallen. Ik zorg dat er nog wat van te zien is. Zo. Volgens mij ben ik nog in de lucht, toch? Ik vind jullie zo stilletjes. Twijfel of dat ik wel in de lucht ben. Kijk, deze plak ik mooi met de punt zo eroverheen.
En dan komt nog een keer hetzelfde designpapiertje. Bij mij, maar je kunt hier natuurlijk ook drie verschillende doen. Roep is hard, Corinne. Misschien hoor ik je dan. Ik weet niet waar vandaan je roept. Zullen we allemaal heel hard tegelijk gaan roepen? Misschien. Ik denk dat ik jullie dan toch wel moet horen. Zou het zijn. Voor ik mijn fotootje opplak, ga ik eerst nog iets leuks doen, vind ik zelf. Want hier zie je nog een mooie cirkel aan de achterkant. Maar ik ben niet zo heel goed in cirkels tekenen, dus ik was aan het denken en denken. Toen dacht ik, als ik nou eens een cirkel uit mica teken. En dan heb ik hier ergens liggen. Maar ja, dan moet ik natuurlijk wel zo'n grote cirkelvorm hebben. En dan heb ik even zo'n Dutch Doobie Doo mondje gepakt van een cirkel. Gewoon een willekeurige. En deze vond ik wel net groot genoeg. Dus die ga ik heel even hier opplakken. Dan doe ik even met mijn mallet tape. Oh, ik heb hier een zooitje, dames en heren. Plak ik even met mijn malle tape die mallen op. Want het gaat me alleen om de cirkel. Verder maakt het me helemaal niet uit. Roep. Haha. Roep, roep. Nou, vinden jullie het wel een beetje leuk dan zo'n scrappagina? Of is er meer wens naar kaartjes? Ik vind het zelf wel heel leuk om zo'n scrappagina te doen live. Zo, plak ik heel even gewoon dat hij een beetje vast zit en dan knip ik eromheen. Oh, moet ik hem wel ook echt op de goede plek vastplakken natuurlijk. Wacht, ik doe even nog een plakketje erbij. Ja, Corrie, dat moeten we eigenlijk ook niet hebben, hè? 1 en 2 bellen. Zo. Ik knip hier dus eigenlijk gewoon echt om de mal heen. Dus als je geen, ook niet handig bent in cirkels tekenen of zo, dan is dit een goede oplossing. Kijk in je Dutch Doobie Doo mallen en dan vind je vast wel iets van een cirkel. Of anders vind je wel een bord of zo waar je omheen kan tekenen. Dat kan ook nog allemaal natuurlijk. Ik vond dit wel een mooi formaatje. Zo. Dit is Mika, ja, wat ik aan het knippen ben. Vond ik zelf wel grappig. Zo. Nou had ik, want ik denk ja, gewoon Mika erop plakken vind ik natuurlijk ook een beetje saai. En met Mika kun je natuurlijk heel veel doen. Maar wat ik wel heel erg leuk vond, is om een doodlerandje te maken. Gewoon op het Mika. En dan kun je met deze Molotow stiften doen. En die hoeven maar heel even te drogen. Dan hoop ik dat hij het meteen doet. Even proberen. Nou, ik ga het gewoon even proberen. En ik ga even niet zo netjes werken. Want dan zijn jullie inmiddels misschien wel een beetje van mij gewend nu. Dus ik ga eigenlijk gewoon een beetje een streepje zetten rondom. En de ene is iets langer en de andere is wat korter. En zo wordt het een leuke cirkel. Nou, deze zien we zo goed. Zo. En hier binnenin zet ik nog even een streepje. Oh, ik vind mijn echte kliederkont nu hoor. Het is echt niet netjes. Zo. Zien jullie dat? Ellie, bij die, je bedoelt sketches, of wat bedoel je? Want in de scrapbookgroep komen iedere maand wel eigenlijk leuke sketches of opdrachten of waar je iets mee kan. Ja, zoals je ziet, ik heb even lijntjes gemaakt en dan ga ik gewoon lekker doorheen kliederen. En dan heb ik van Harnie geleerd dat het allemaal niet zo netjes hoeft, dus dat doe ik dan ook niet meer.
Oh, dit is wel heel ernstig, hè? Deze droogt ook heel goed, dus die wrijf je ook niet meer uit. Is dit ernstig? Ik vind hem wel flat eigenlijk. Gewoon niet nadenken en gaan. Ja, de technieken kun je, wat Corrie zegt, inderdaad ook allemaal op kaarten gebruiken. Dus dat is wel gewoon kei leuk. Ik zit hier wel lekker op mijn scrappagina te kliederen, maar kun je doen mee wat je wil. Kijk, als je de mica erop legt, dan zie je op zich het effect wel. Maar je ziet gewoon lekker de lijntje. En als ik het hier op mijn pagina, dan denk ik, oh, als het mislukt. Dus dat durf ik nog net niet. Dus ik doe het gewoon lekker zo. Dat is nog een beetje veilig. Dan ga ik even, voordat ik het vastplak, ga ik dadelijk eerst even bekijken waar mijn foto komt. En dat zag je ook op de sketch. Oh, ik ga het even laten zien. Heb je achter de foto ook nog een keer een vlak. En ik heb eigenlijk designpapier even groot gemaakt als mijn foto. En dan kan ik zo meteen zo mooi zo'n randje doen. Zie je dat? Komt deze ook weer leuk terug. Dus dat vond ik zelf wel grappig. En deze ga ik de foto en de rand ook even distressen. De mica die ik heb gebruikt, die is van Joycrafts. Ik heb eigenlijk zo even geen nummertje bij de hand. Die ben ik weer vergeten. Kan ik later even zo wel opzoeken voor jullie als jullie dat willen. Zoals je ziet, ik stress mijn foto gewoon lekker mee. Past het duidelijk ook allemaal lekker goed bij elkaar. Wordt wel al tof, hè, mijn achter of mijn layoutje. Ja, je kunt, Rini, je kunt inderdaad alle ideetjes, alle technieken kun je ook gewoon allemaal toepassen op je kaartjes. Dus ja, dat is gewoon wel echt het leuke. Ik maak nu een grote pagina ervan, maar je kunt alles natuurlijk echt ook gewoon op kaartformaat maken en de technieken toepassen. Dus, zo. Deze ga ik hier dus opplakken met een randje zo erlangs. Oh, en dan, ik ben eigenlijk altijd heel pietje precies. Dat geloven jullie niet meer natuurlijk nu, hè? Zo. En dit komt dan ongeveer zo op mijn dingetje. En dan wil ik dat dit iets zo. Dus dan kan ik een beetje zien waar ik de lijm ga doen. Want op de mica is het natuurlijk niet mooi als ik hier mijn lijm ga doen. Want dan zie je dat helemaal zitten. Dus ik probeer dat ook echt hierachter te doen. Dan hou ik eigenlijk een beetje mijn vingers waar ik de lijm wil hebben. Dat doe ik dus ook maar gewoon op de gok. Daar waar de foto komt doe ik lijm. Maar verder doe ik dat niet. En dat was ongeveer zo, denk ik. Ja, dat is leuk met die stift op de mica, hè? Ja, met... Oh, ik ga even met mijn babydoekje, maar dan wordt het denk ik alleen maar erger. Dus ik zoek even nog een droog keukenrolletje. Mica is echt zo leuk om te gebruiken. Ik heb nu al live natuurlijk verschillende dingetjes met mica laten zien. Dat je er allemaal mee kan. Dus iedereen aan de mica. En deze ga ik hier zo mooi opplakken. Nou, ik zal hier nog een beetje lijm erbij doen. Zo. Zo. Oh, dankjewel Lia voor het nummertje van de Mika. Toppie.
Zo. Even. Dan had ik hier net een papiertje. Oh, zijn eigenlijk is dat makkelijker. Zo. Tof is die al, hè? Wat ik nu nog mis, en dat is wel echt heel belangrijk, is een mooie titel. En dat ga ik doen met de toffe... Ik leg even mijn layoutje aan de kant. Dat ga ik doen met de toffe letterstencil. Ook uit de Scrap Collectie. Ik ga even het nummertje opzoeken hiervan. Het nummertje is 6002-0850. En de prijs is 3,99. En hier staan dus alle lettertjes in. Pak ik eventjes een fineliner. Even een dopje op mijn... Mijn pen doen. Pak ik even een fineliner. En nu wilde ik even kijken. Daarmee gaan tekenen. Maar ik bedenk me ineens dat ik eerst mijn witte papiertje een kleurtje moet geven. Dus ik zoek even mijn blending matje. Mijn kleedermatje. Pak ik even tevoorschijn. En ik ga eerst even met die... De stress inkt ga ik even wat kleur aanbrengen. Dan past het weer mooier in het geel. Dus ik maak eigenlijk eerst gewoon even een wit papiertje in kleur. En dan ga ik daarna even mijn letters met het letterstencil erop aanbrengen. En deze vind ik ook wel echt heel erg leuk. En deze dit letterstencil kun je dus ook heel leuk gebruiken op je kaarten. Met een tekst die jij... Die je leuk vindt. Een felicitatie of een bedankje of wat dan ook. Oh, ik zit het helemaal te verkreuken. Zo. Deze weer even aan de kant. Nou wil ik eigenlijk op mijn pagina, want dat vond ik wel tof hier bij deze foto, om sisters te gebruiken. Of ja, eigenlijk wil ik gewoon zussen. Ik ga gewoon eens gewoon Nederlands doen. Dus ik gebruik hier een fineliner daarbij. Monique, ik heb inderdaad een albumpje voor deze pagina's allemaal. Dan zitten ze allemaal bij elkaar. Ik heb nu dus, ik wil het woordje zussen. Ik ga gewoon even hier onderaan beginnen. Dan krijg ik een beetje recht, want dat vind ik dan weer wel leuk. En dan ga ik dus eigenlijk echt, ik hoop dat jullie dat kunnen zien. Ga ik hem zo tekenen. En ik vind het leuk om hem ook nog in te kleuren. Dan heb je een duidelijke letter, maar je hoeft hem dus niet per se in te kleuren, maar... Ik vind het wel mooier en dat doe ik het liefst als het stenseltje er nog op zit. Dus hier is de eerste letter. En je kunt dus ook echt, als je niet mooi kan schrijven, dan heb je zo wel echt een hele leuke titel die je snel en leuk kunt maken. Dus ik ga hier even zussen schrijven. Oh, dat ging niet helemaal goed. Nou, die moet ik even een beetje bijwerken zometeen. Een beetje uitschoten. Oeps. Nou ja, ik had toch al een kleederpagina, hè? Maar wel een mooie, maar kijk, hier ben ik een beetje uitgeschoten bij de U. Dan teken ik hem gewoon een klein beetje bij. Maakt helemaal niet uit. Ja, verder met de S. Dus je kunt hier heel makkelijk met een fine linertje tussen... Je kunt dus ook alleen de buitenranden doen. Ik kleur hem dus even lekker in. Vind ik zelf leuker. Is je titel gewoon duidelijk zichtbaar. Nou, moet ik mijn pen nog even willen, wat ik wil. Toch niet? Pak heel even een andere. Ja,
Huh? Mijn laptop die begint te stijgen. Is het er niet helemaal mee eens. Die gaat ook te lang duren, denk ik. Oh jee, oh jee, oh jee. Even kijken, we hebben nog een E en een N nodig. En ik hoop dat mijn laptop weer mee gaat werken, want nu kan ik echt niks meer lezen. Oh jee. Nou, laptop heeft kuren, maar ik probeer even via mijn telefoon mee te kijken. Ik zal eens schrijven, want ik ben natuurlijk nog niet helemaal klaar. De N moet er hier nog bij. En dan heb ik het woordje zussen. En dat vind ik zelf wel heel leuk. Past precies bij mijn pagina. Letterstencil aan de kant. Nou. Zo fijn als mijn laptopje nog even mee gaat werken. Ja, dat kan ook Francine inderdaad. Maar ik denk, nou, ik doe het even zo om. Eerst even kleurtje geven. Dan knip ik even het woordje gewoon zo uit. En natuurlijk ga ik hem nog even stressen. Is wel leuk hè, zo'n titel maken met die stencil. Je kunt elk woordje maken, gewoon schrijven wat je wil. Zij is ook een heel leuk formaatje, de letters. Dus ik ga hier zussen plakken. Doe ik een beetje zo eroverheen. Zo. Nou, mijn laptop die flipt hem een beetje hier. Dus deze komt ook een beetje naar boven. Zo. Zussen. Nou had ik met een lettertang had ik ook nog heel leuke teksten gemaakt. En die wilde ik eigenlijk hierboven gaan verwerken. En dan heb ik. Wacht even hoor. Ik had allemaal kleine woordjes. Familie heb ik uitgeknipt. Dikke knuffel, kusje en liefde. En die wilde ik eigenlijk hier nog leuk erbij op plakken. En ook dat gaat eigenlijk niet zo heel erg netjes. Gewoon een beetje kriskras. Dikke knuffel. Past wel echt, hè, dikke knuffel. Kusje. Kusje. En family liefde. Family. En het woordje liefde. En dit kun je dus ook heel leuk, want heb ik bij mijn andere layouts heb ik gewoon lekker wat woordjes uitgeprint. Uitgetypt en uitgeprint. Dus dat kun je ook heel leuk. En ik had hier nog een hartje en die vond ik wel tof om hierboven nog erbij te doen. Dus daar ga ik hem even plakken. Die komt ook uit deze set, designpapier. En ik vond een hartje wel echt toepasselijk. Dus ik dacht, nu wil ik even hierboven nog. Zo. Vind ik wel cool. Dan heb ik als allerlaatste nog, en dan stop ik ook mee. Heb ik nog deze leuke pijlen. En wat ik bedacht had is. Eerst even dit kleurtje te geven. Ik ga even voor de donkere rood weer. Wat geklieder, hè? Denk je, ze is er klaar mee en dan gaat ze weer beginnen. Dus ik ga dit even lekker rood nog maken.
Zo. Even een beetje rood. En ik... Zo. Er komt iemand aan de deur en mijn hondje hoor je blaffen. Ik ga even nog wat pijltjes hier op tekenen. En ik vond deze wel leuk. Dit boogje. En die teken ik dus ook met een fineliner. Zoals ik net de letters tekende. Teken ik het randje. Eventjes op mijn gekleurde papiertje. Zo. En dat doe ik ook nog eventjes met deze pijl. Ik ga gewoon even dezelfde gebruiken als mijn voorbeeldje. Als die nog past. Net. Is net genoeg, hè? Teken ik er ook eventjes op. Ook zal zo het nummertje van deze stencils ook nog even noemen. Want het is weer een ander setje als wat ik net had. Het nummertje van dit setje is... even kijken. Scrap stencils strepen. Pijlen bedoel ik, sorry. En het nummertje is 6020825. En de prijs is 6,99. En deze kun je dus ook echt heel erg leuk nog uitknippen. Deze kan even aan de kant weer. Kunnen jullie het weer beter zien? Ik zal deze even leggen, want het is veel leuker om te zien. Stencil even erbovenop. Dus deze knip ik nog even zo uit. Beetje langs mijn randje op van mijn fineliner. Nu wil ik jullie natuurlijk wel allemaal uitdagen om een scrap challenge te maken. Dat snap je natuurlijk wel, hè? Dat zou ik wel echt te gek vinden als jullie die allemaal zouden gaan maken op de Noordesign scrapbooking pagina. Ik ben heel benieuwd wie die uitdaging aandurft te gaan. Kijk, dus één pijl. Tof, hè? Ik ga die andere ook nog even uitknippen. Oh, ik hoop niet dat ik nog haper. Ik zie wat... mijn laptopje doet het niet echt, maar mijn telefoon lijkt het wel gewoon te doen. Nou, ik ben bijna klaar. Ik wil deze leuke pijlen er nog even op verwerken. En ik ben nog heel benieuwd of jullie de uitdaging aangaan. Dus ik wacht nog even op jullie reacties. Hola. Nou, die stencil kan ook aan de kant. En deze leuke pijl die ga ik hier zo onder erbij plakken bij zussen. Dan vind ik het net iets cooler. Zo. Oh, cool. Ik zie mensen die meedoen. Leuk. Hie. Waar heb ik nou mijn andere pijl? Oh, die ligt hier op de foto. Vond ik het wel tof om hem zo. Vanuit de foto naar mijn titel toe. Zo. Hopskee. Zussen. Nou, dat kan niet missen. Zussen, dikke knuffel, kusje en familieliefde. Nou, dat allemaal op één pagina. En dan was dit de scrap layout die ik vandaag samen met jullie heb gemaakt. En dan ben ik heel benieuwd of jullie ook een leuke scrap layout gaan maken. En voor de kaartenmakers, of jullie deze leuke technieken, mocht je niet van een scrap pagina houden... ook lekker gaan toepassen in je kaarten. Dan laat ze lekker zien. En show ze allemaal op de Noord Design Groep. Enige voorwaarde natuurlijk dat je wel even leuke Noordjes ook gebruikt. En dan wens ik jullie voor nu allemaal een hele fijne avond. En tot de volgende keer weer. Bedankt allemaal voor het kijken.